Hij heeft natuurlijk zoveel ervaring. Die is op het WK in Denemarken tweede geworden. Is al meerdere keren ver in het NK gekomen. Een leuk feitje. Ze spelen allebei al 5 jaar Banna Knockout. Ze zijn op dezelfde tijdstip. Zeker. Dus ja, ik ben benieuwd of het de skill level ook een beetje gelijk zeker. Is. Zeker. Ze hadden denk ik allebei wel verwacht dat ze ver zouden komen, maar zover. Ja, is toch wel een beloning op een mooi toernooi. Ja. En wat vind je van de spelers? Wat zijn hun sterke eigenschappen als speler? Bij Sajan denk ik heel explosief. Heel explosief, hele snelle beentjes, niet zeker. Normaal. En bij Nebu, flair. Goed, ook een goed scorend vermogen, maar dat heb ik ze denk ik allebei wel. Ja. Sajan kan goed scoren. Ik denk vooral voor Nebu flair. Hij draait heel mooi. Zeker. De Zidane, hij maakt een eigen Zidane van. Zeker. Gekke werk. Prachtig om te zien hoe ze hun eigen stijl ontwikkelen. Ja. En ook deze boys hebben hun eerste showtje voor Panda Knockout deze week gedaan. Ja. Zo zie je maar. Laat je zien in de community. Laat je zien hoeveel je van Panna houdt. En heb je natuurlijk een beetje talent. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Zeker. Dan belonen we dat ook. Dan gaan we, zeker weten. Kun je eigen showtjes geven. Het is nog steeds 0-0. Sajan heeft tot nu toe 1 minuut lang de bal gehad. En dat doet natuurlijk ook wel wat mentaals, hè? Zeker. Als je nog niet aan de bal bent geweest. Hij bepaalt het spel heel erg. En Sajan houdt er toch al van om in een tweede versnelling te spelen. Zo. Is ook vermoeiend om tegen te spelen. 1-0. En Nebu heeft voor het eerst de bal. En nu zien moet we. Moet gelijk gaan komen nu. Oeh! Nee. Oeh. Niet bewust. Welkom. 1-1. Goeie goal van Nebu. Maar wat? Ze verdedigen wel echt goed. Vooral Nebu is sterk. Zo. Nebu en hier zien we zijn draai. Ja, Andres is heel duidelijk. Nebu aan het kijken. Het is toch wel tactisch met nog maar 1 minuut en 20 seconden op de klok. En dit is de 16-plus finale. Zeker weten. Nebel is nu 18. Ja. En hoe oud is Sajan, weet je dat? Sajan is denk ik ook rond de 18. Ja? Zoiets. Sajan nu aan de bal. Nebu, goede stiel. Nebu nu. Ah, glijdt uit. Sajan wacht er niet op en gaat door. Sajan met de bal. Nebu. Oké. Sajan, Nebu. Wat en wordt het? Scheidsrechter. Scheidsrechter. Stopt het. Sajan de bal. En respect. Zeker weten. Kijk. Nog 45 en seconden. En het publiek waardeert dat. 1-1. Oeh. 2-1. Nebu. Al Jackson verliest die de bal. Sajan is er doorheen. Oh, en het wordt wat ruiger. Nu gaat het gebeuren. 3-1, Nebu, 30 seconden. Gaat er nog seconden. Een leuke panna vallen? Mist weer. Hij duwt hem bijna in. Ja, dat mag dan ook niet. Ja. Dat mag. Nee. Zo werkt het net niet. Nee. Dat zou iets te makkelijk zijn, hè? Nebu, 25 seconden. Moet nu toch gaan komen. Sajan wacht er ook een beetje op, zo te zien. Nebu blijft erop wachten. Wow, Sajan. Wat een snelle beentjes van Sajan. Ja, het draait een paar keer, nog 10 seconden. 10 seconden, het wordt een... Sajan scoort niet. Hij gaat voor de balbezit. Ja. En, het is, en ik denk dat het klaar is. Hij probeert er nog een panna uit te gooien. Sajan L. Jackson is de eerste finalist van de 16+. Maar zeker weten. Nebu, heel goed gedaan. Ik wilde net zeggen. Zeker. Wat heeft hij zich ontwikkeld het laatste jaar? Zeker. Ja. Nebu, SO naar jou. SO naar jou.